Onze Gouden Eeuw, om daar als voorbeeld te nemen, is duidelijk ook geworteld in die poldermodelachtige structuren. En in diezelfde periode ging het met landen als Frankrijk of Duitsland veel minder goed, omdat die met die sterke vorst zaten die probeerden de lakens uit te delen. Nederland heeft al eeuwenlang behoort tot de rijkste delen van de wereld. En die voorspoed die danken we aan de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht: politiek, sociaal, economisch. En in ons boek hebben we vastgesteld dat dat al eeuwen teruggaat. Dat de, de manier waarop we dat met elkaar doen, dat zou je het poldermodel kunnen noemen. Dat is een heel gebruikelijke term op dit moment. Dat gaat al terug tot de, de late middeleeuwen, dus de wortels daarvan liggen 600, 700 jaar in het verleden. En dat poldermodel definiëren wij dan als een, een maatschappelijk systeem, een politiek-maatschappelijk systeem, waarin besluitvorming gecoördineerd wordt via vergaderingen, via bijeenkomsten, via overleg tussen de groepen die be, betrokken zijn bij de besluitvorming waar het in een specifiek geval over gaat. Geworteld in een sterk maatschappelijk middenveld, dus een sterke hechte organisatie van belangengroepen van mensen die of in steden georganiseerd zijn of in gilden in het verle verdere verleden. Tegenwoordig in vakbonden, werkgeversorganisaties, boerorganisaties en dergelijke meer. Uh, dus we, we zien uh, uh, op heel lange termijn dat daar een zeker constant in Nederlands geschiedenis is geweest dat we niet een, een autocratisch systeem van... Uh, een vorst die alle lakens uitdeelt, eigenlijk nooit gehad hebben. En als we dat geprobeerd werd in te voeren, Philips II, eh, leidde dat tot de 80 oorlog, of Willem I, leidde dat tot de, 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 grote economische problemen in de 19e eeuw. Dus perioden van voorspoed zijn altijd ge, perioden geweest waarin met gedeelde verantwoordelijkheden, inspraak, centraal overleg. Eh, ge, eh, en nou ja, dat, dat, denken wij, is de kern van. Het succes van de, de Nederlandse economie op de zeer lange termijn. Zijn we daar echt zoveel verschillend in, in met het buitenland? Waar we in verschillen is, dus die middeleeuwse traditie ...die hebben we in West-Europa allemaal gehad. Maar in de meeste landen is daar een tussenfase van absolutisme geweest. Met sterke vorsten. Denk aan Frankrijk, denk aan uh, Duitsland, Pruisen bijvoorbeeld. En die continuïteit die wij hebben in uh, het voortbestaan van het maatschappelijk middenveld en dat, dat poldermodel. Die kent men in de rest van Europa niet in zo'n sterke mate. Dus bij ons is het haast duizend jaar poldermodel, zo heet het boek ook. Um, terwijl in de meeste andere landen daar een uh, 300, 400 jaar absolutisme tussen zit, waarin het vaak economisch veel minder goed ging met de betrokken regio's. Is er nou de verwachting dat dit model door blijft gaan? Nee, we zien dit soort institutionele structuren eigenlijk in grote golfbewegingen zich voordoen. Waar we nu mee zitten, het poldermodel op nationale schaal is eigenlijk ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat heeft zijn volledige ontwikkeling gekend in de tweede helft van de 19 e eeuw. 20e eeuw hè, met de CER en de Stichting van de Arbeid en alles zoals we dat nu kennen. Maar er wijst van alles op dat we nu een soort overgang naar een Europese institutionele structuur moeten doormaken. waarvan we niet weten welke kant het op gaat. Maar, eh, en dat ook de verandering in arbeidsverhoudingen, de-industrialisatie, de opkomst van de, indiensten, de economie, dat allemaal. Leidt tot andere institutionele verhoudingen waarvan we nog nieuwe vormen voor moeten vinden binnen een nieuw vormgegeven poldermodel. Dus we zitten aan het eind van een, een lange golf en waarschijnlijk aan het begin van een volgende fase, maar ja, welke kant het opgaat, weten we ook eigenlijk niet.